We zijn op een missie. 1, 2, 3. Hier dus ballonnen opgehangen met foto's van ons gezin. Kijk wat leuk. Oh, en de sushi's. Wauw. Fantastisch uit. De kindjes die gaan lekker slapen hier. Oh. Hey, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog op kellychris.nl. Na een vlogpauze van voor mij bijna 2 weken, voor jullie 1 week. Ben ik er weer. Het is woensdag, het is nog mijn vakantie en we hebben hele leuke dagen op de planning. Dus ik neem jullie gezellig mee. Ik zal eerst even mijn outfitje laten zien. Het is waarschijnlijk de enige dag dat het echt zo warm is dat het met blote benen kan. Ik heb een jurkje aan van Goods & Gusto, waar ik heel blij mee ben, met gewoon zo'n simpel wit topje. En ik heb mijn laarsjes van Manfield aan. En we gaan vandaag gezellig, Ingrid is vandaag gezellig hier, dus we hebben net al lekker geluncht samen. Gezellig bijgekletst. En nu gaan we richting de IJzeren Man. Gaan we met de meisjes op het terras zitten. Hopelijk kunnen ze een beetje spelen daar buiten. Dus dat wordt gewoon een hele gezellige dag. Hallo, we zitten in de auto richting de IJzeren Man. Samen met de dametjes. Het is iets minder zonnig dan we hadden gehoopt. Maar goed, het is wel lekker warm. Dan kunnen die meiden lekker spelen in het speeltuintje. Het strandje. Het strandje. Hopelijk kunnen we lekker aan het water zitten. En meiden? Ja. Ik heb deze jurk aan. Ja, mooi. Ik heb deze jurk aan. De reizenman kun je op boten zeuren. Ja. En dan heb je dus van zo'n glijbaan. Ja, zo'n waterfiets. Oh ja. En zo'n glijbaan. Ja, de glijbaan. Ja, dat is wel lachen. Nou, we hebben lekkere drinken besteld. Oh, dit is mijn koffie. Pak jij bijna, hè? En jullie hebben oranje, jij lekker thee. Ja, 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 ja. Ja, daar moet ik voorzichtig mee zijn. En de meisjes kunnen zo lekker daar spelen. Inmiddels is de zon heerlijk gaan schijnen. En de meisjes zijn daar heerlijk aan het spelen. Dus ons krijg je hier nog niet weg hoor. Vakantie. Heerlijk. Nou, we gaan gezellig eten. Onder andere met Ingrid. Annette is er weer. Welcome back. Je was nog niet in de vlog aanwezig. Maar nu wel gezellig. Komende maand is Annette weer gezellig bij ons. En Ingrid. En Ingrid is er vandaag gezellig. Ja, die blijft niet een maandje. Dat is wel jammer eigenlijk, hè? Volgende keer eigenlijk weer op vakantie, hè? Een keertje. Ja. En we gaan lekker nachos eten. Burritos met gehakt en groenten. Nachos met kaas, wat salade erbij, rijst. Dus dat wordt hier lekker smullen. Oh. Even kijken, we hebben 2 blauw, we hebben 2 roze, we hebben 2 geel, we hebben 2 groen. En 2 cola. 3 cola. Ik heb dus niks. Ik wil cola. Ja. Ik wil cola. Nee, jij is wel blauwe cola. Dat is natuurlijk het populairste. Maar blauw is blauw het lekkerste. Kies daar gewoon een andere. Dat weet ik niet waar jij het lekkerste vindt. Maar jij moet ook een hapje eten. Ik wil cola. Nee, je wil niet meer doen, want dan gaan ze zullen. Koriander. Koel is koriander. Korianders. Ja, korianders. Dat is een leuke baannaam. Korianders. Koriander. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Het lijkt een hele warme dag te worden, maar ik weet nog niet helemaal. Wat is er? Wat vind jij van mijn outfit? Ik weet nog niet helemaal of dit de outfit is die het gaat worden. En hij kijkt zo van. Ik zal hem even laten zien. Okay, ja. Felina. Hij is dus hier best bloot. Wat vind jij dan, schat? Ja. Oh, daar. Daar is het bloot. Hier niet, nee. Nee, maar wat vind je van het pakje? Ik vind het een leuk pakje. Ja, met deze laarsjes? Nee. Of is het echt too much? Ja, wil jij wel? Clownschoenen, zegt mijn dokter. Nou, voor je kinderen moet je het altijd hebben. Ik ga vandaag soep maken, want het is hemelvaartsdag en we gaan met vrienden
ja, een soort picknick, borrel, samen eten is iets doen. Dat is nog even onduidelijk wat we precies gaan doen. Dus ik ga even de soep voorbereiden. En ik ga een soepje maken alvast met deze ingrediënten. Champignons, een hele bloemkool, ui, nou ja, bouillonblokje moet ik nog pakken. En room. Dus het wordt een lekkere soort van champignon roomsoep. De bloemkool die nou ja, zorgt voor extra vitamintjes. Om een keer de kinderen, en vooral Lana, 24 uur lang alleen maar snoep te geven. Omdat ze de hele dag op snoep vraagt. En het zal misschien ook bij de leeftijd horen, maar op die dag mag ze echt alleen maar snoep. Geen brood, geen avondeten, geen pasta, geen lekkere dingen die wij eten. Alleen maar snoep. En de ouders van... De ouders van Yannick hebben dat een keer bij Yannick gedaan, mocht hij de hele dag alleen maar chips eten. Kom al in staan. De hele dag alleen maar chips eten, want dat wou ze een keer een dag, de hele dag omdat chips. Omdat jij mijn naam. Nee, en toen was je bij het hoofdgerecht, of was je bij het avondeten al. Wil ze niet weten wat ze dan eigenlijk, wat ik naam heb? Nee, dat maakt niet uit. Dat is het Lana. Nou, alsjeblieft. Ja, maar weet je wat jij nu doet? Als we aan het praten zijn, gaat hij het onderwerp compleet veranderen, waardoor het onderwerp niet meer overkomt. Nou ja, whatever. Hij mocht een keer een hele dag chips en dat vonden ze helemaal cool bij de ontbijt en bij de lunch. Met de avondeten ging die ouders pasta eten. En toen mocht hij dat ook niet hebben. En toen was hij er klaar mee te snippen. Ja. Dus nu is het idee dat de kinderen een keer de hele dag snoep mogen. En dan zijn we daar ook klaar mee. Voor nu eventjes koken. Ik ga nou de hete bloemkolen ga ik eventjes snijden. En dan kan ik de soep verder opzetten. We staan in de rij voor de action, want we zijn op een missie. We willen strandstoeltjes scoren, want we gaan komende zaterdag kamperen bij Toverland. En we hebben al 2 stoeltjes weten te bemachtigen, maar nog 2 te gaan, zodat we daar goed zitten. Zeker als het gaat regenen. Dus even de action in. Hopen dat ze ze hebben hier. Ja, ik hoop het. Yeah, in deze action, we waren net in Vlijmen, waren ze niet meer en hier wel. Dus inladen. Okay, nou, ik ben terug van de action en we hebben dus wat dingetjes gekocht voor op de camping bij Toverland. Deze 2 stoeltjes, die heb ik eergisteren al gehaald. Mijn vriendin heeft er dus ook 2 gehaald, want stel dat het regent, dan moeten we ons in de tent zien te vermaken. En dan zijn die stoeltjes wel handig en dan kan ons wijnglaasje mooi in het houdertje. Nou, helemaal top. Dus die hebben we 2, die waren maar 7,50 en zij heeft ze dus ook 2. Deze te leuke lamp, die natuurlijk heel handig is op de camping, dus op batterijen. Ook daarna heel leuk is in de tuin. Bestek, die is natuurlijk handig op de camping, maar ook daarna. Een leuk kleurtje ook. Batterijen. Voor de meiden kocht ik deze te leuke zaklampjes. Die krijgen ze dan allemaal eentje voor op de camping vast naar de wc moeten lopen. Dat zullen ze wel heel leuk vinden. En onze 2 vriendjes, zeg maar, die hebben die dan ook. Dus dat is helemaal leuk. 3 van die flesjes drinken. Die vinden ze erg leuk. En die kunnen we dan steeds weer bijvullen. En voor Nicootje kocht ik dat hele lekkere bordje waar hij helemaal gelukkig mee is. Dat is die. Die is inmiddels al half afgeknauwd. Dan kocht ik nog zo'n heerlijke chillbroek. Die heb ik ook in een ander printje. Die haal ik eigenlijk elk jaar wel nieuw bij de Action. Die zijn echt super fijn met die warme dagen. En ik vond dit wel een heel vrolijk printje. Die waren maar 4,95. Ze zijn natuurlijk ideaal op van die warme dagen om lekker chill te dragen. Van de week heb ik voor de Action weer een hele leuke shoplog opgenomen voor hun kanaal. En daar zal ik een paar dingetjes nu van laten zien. Ik zal niet alles verklappen. Maar onder andere deze te leuke saladeschaal. En omdat het op de camping zit, is het toch wel handig om plastic bakjes te hebben. Dus ook deze hele leuke vrolijke bakjes.
En hoe leuk is dit servies van de Action? Ik kocht 2 van zulke bakjes. Zijn natuurlijk heel leuk voor hapjes in te doen. Of chips, of salades, of side dishes. En deze te leuke serveerschalen. En wat ik ook even ga laten zien, zijn mijn nieuwe mokjes. Ik had ze al in roze en we hadden ze ook in blauw, maar die zijn gesneuveld. Maar nou heb ik ze dus ook in blauw met beige. Te leuk. De rest wat ik daarvoor heb gekocht ga jullie in die video zien. Want ik ga het niet allemaal nog verklappen. Het is echt een hele leuke eettafel makeover geworden. Die zien jullie volgens mij komende vrijdag op het YouTube kanaal van Action. Dus nou, ik ben geslaagd. Ik ga het dus eventjes opruimen. En vanmiddag gaan we gezellig met onze buren in de tuin zitten. En is het alweer vrijdag. En wij zitten in de auto. We hebben net de meisjes naar mijn schoonmoeder gebracht. En wij zijn morgen 6 jaar getrouwd. En wij gaan een lekker nachtje weg samen. Het is nog een unieke verrassing waar we gaan slapen. In welk hotel. Maar dat is wel een heel erg lekker vooruitzicht om even lekker samen uit te gaan. Ik ben heel benieuwd. Daar zijn we best wel een beetje aan toe. En dan zijn we vrij kort geleden ook nog even weg geweest. Maar we gaan ons lekker laten verwennen. Annette is op thuis bij Nico. Ik zal binnenkort thuis wel wat meer over haar vertellen. Waarom ze er weer is en hoe en wat. Maar dat doe ik wel in een volgende vlog. Maar ja, nu gaan wij even lekker genieten samen. Yes? Met de taart aansnijden, 6 jaar geleden. Ja? Spannend. Oh, wauw. Oh, wat leuk zeg. Oh, dat ziet er leuk uit. Kunnen we dit opeten? Je moet het stuk slaan. Ja, het is, oh, je moet het kapot slaan. Het is chocola. Oh jee. En het gaat natuurlijk allemaal om parental control, hè. Dus wij hebben de afstandsbedieningen in de kluis. Maar de kluis moet gekraakt worden. Dus rammen maar. Ja. Ja. Oké, 1, 2, 3. Zo. En, wat is dit? Oh, dit is onze code. Oh, super. Oké. En die kunnen we in de kamer vinden dan. Oh, wat leuk zeg. Oh, dat is heel leuk. Nou, dit is toch echt wel een van de mooiste kamers waar we ooit geslapen hebben. Oh, die rozen, lekkere bubbeltjes. We zijn uitgenodigd door Disney Plus. En we gaan dus ook vanavond kunnen we heerlijk hier film kijken, of serietjes. Jullie mogen kiezen, zullen wij hier deze kant of deze kant op gaan? Deze kant maar. Laten we even dit zo zien. Zo, ik ga hier de trap naar boven. En is hier een hele leuke man met een badjas aan. En kijk hoe leuk die ballonnen. Kijk. Met een eigen badjas met naam erop. Hoe leuk is dat? Wat een heerlijk bed. En dan hebben we hier zo'n. Kijken we hier zo uit op onze benedenverdieping. En dan is dit volgens mij ook nog een haard of tv, dat weet ik even niet. En dan zit hier een tweede badkamer. Telefoon op het toilet. Nou, dat is handig. Nee, dat is goed. Ja, hij is er wel. De douche. En die is beneden ook nog een keer. Dus dit is echt wel heel luxe hoor. Zo. En ze hebben hier dus ballonnen opgehangen met foto's van ons gezin. Kijk wat leuk. Kijk hoe leuk. Te lief. Te leuk. We gaan ons heerlijk onderdompelen in deze luxe. Morgen slapen we in de tent, wat natuurlijk ook super leuk is. Echt heerlijk. Hier is dus ook een badkamer. En daar kun je ook in zitten zelfs. En met zo'n heerlijke regendouche. En hier hebben ze, en hier is een toilet nog. Maar hier hebben ze dus, als cadeautje, van Giorgio Armani heerlijke parfumetjes neergelegd. Voor mij deze. Voor Yannick deze. En voor Yannick deze mooie toilettas erbij. Van Giorgio Armani. En voor mij dit leuke soort van tasje. Waar je parfum dan in komt. Nou, ik weet al zeker dat die meiden van mij dat helemaal fantastisch gaan vinden.
En gaan vechten wie je mag hebben. Maar wat een verwinnerij. Er zat een heel lief kaartje bij, maar we hebben de champagne nog niet opengetrokken. Mooie sokken, schat. Wel hebben we al een wijntje ingeschonken. Nou, proost, schat. Oh, sorry. En je hebt al een serietje aangezet. Nou, proost. Film. Welke film is dit? Nomadland. Oh, ook op Disney Plus. Ja, snap. Leuk. Nou, heerlijk. Nu kijken we naar Desperate Housewives op Disney Plus. Het eten is bezorgd. Nou, ik ben benieuwd hoor. Ik had natuurlijk low carb gevraagd. Oh. Het is vastgeknoopt. Dat maakt niet uit. Nou, maar gewoon zo. Mm. Ik zie hier alvast een fantastische salade. Mm. En een burger voor jou en frietjes. Wow. Oh, en de sushi's. Wauw. Ziet er fantastisch uit. Is heerlijk. Wauw. Daar gaan we lekker van smikkelen. Mm. Goedemorgen, het is zaterdag en wij zijn heerlijk wakker geworden in dit mooie hotel. En er is dus een heerlijk ontbijtje bezorgd. Echt, nou ja, van alles voorzien. Heerlijk, ik heb dan eieren met spinazie en Yannick met ham. Nou ja, lekker zalm, tomaatjes, avocado. Dat is zo'n lekkere ham, kaasje, heerlijk fruit, broodjes, cappuccino en thee, sapje, yoghurtje. Ja, dit is natuurlijk super luxe. En daar komt een hele knappe man naar beneden. Dat is een mooie badjas. Welkom. Gaan we lekker ontbijten. Hey, een fijne zondag. In mijn ochtendlook. We zijn vandaag 6 jaar getrouwd. Dus het is ook wel een hele bijzondere manier om dat samen te vieren. Ja. Een schatje. Ja, heel erg. Nou, wat ik al zei, we gaan dit weekend echt van het ene naar het andere uiterste. We zaten vanmorgen nog super chic in een hotel. Heerlijk met z'n tweetjes. Ja. Heel luxe aan het genieten. En nu gaan we dus, zijn we onderweg naar Toverland, naar de Toverland pop-up camping. Waar we gaan slapen in een tent met de kids en onze vrienden met hun zoontjes. Dus we gaan eerst even met hun richting de supermarkt om even wat lekkere dingetjes te halen. En dan gaan we richting de camping. Toverland zelf is nog niet open. Dat is vanaf de 19e pas. Maar er zijn genoeg allerlei andere activiteiten te doen. Dus daar gaan we gewoon lekker van genieten. Ja? En bij Toverland kan je ook een wraps maken. Wraps, oké. Okay. Ja. Oh, nou, we zijn gearriveerd. We hebben die en deze tent. Ik zal even laten zien hoe dat eruit ziet. Dit is de 4-persoonstent. Zo, en met beddengoed hebben we erbij gereserveerd. Dat moeten we nog wel even opdekken. Maar hoe leuk ziet dit eruit? Lekker een rondje. Hoe cute. En we hebben er strandstoeltjes bij. En een lampje. Echt heel erg gezellig. En hier is een tafel, picknicktafel. Nou, dan ga ik naar de andere tent. Dat is deze. Qua indeling natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Ook van die leuke bedjes. En beddengoed. Ook heel leuk beddengoed trouwens ook. Heel cute. Dus hier gaan wij lekker vertoeven. We hebben ook zelf wat campingmeubilair mee. Dus dat gaan we even neerzetten. En dan gaan we lekker vakantie vieren hier. We hebben inmiddels ook de bedden opgemaakt. Mannen zijn hier aan het voetballen. Yannick is aan het voetballen met zijn surrogaatzoon. Hi Jelle. En de andere meisjes die zijn hier. Oh, wat zit je er lekker bij, Feline, campingstijl. Nou, Lana die is ook aan het vloggen. En jij ook. En dit is de tent waar de kinderen gaan slapen. Die hebben we net ook opgemaakt. En hier zijn ze nou lekker aan het spelen. Dus helemaal toppie. Kijk, hier staan onze stoeltjes die we van de week bij de Action bemachtigd hebben. En ik heb hier ook een tafelkleedje neergezet. En hier staat een heerlijke borrelplankje. Dus wij gaan lekker borrelen. Nou, de kindjes die gaan lekker slapen hier. Dit is zo koud. We hebben ze net een zaklampje als cadeautje gegeven, zodat ze daarmee naar de wc kunnen lopen. Ja, en dan de hele avond kunnen schijnen op. Ja. Dus de kindjes gaan lekker slapen. Welterusten. Ik ben
Goedemorgen, het is zondag inmiddels. We hebben heerlijk geslapen in de tent. En wij hebben een lekker ontbijtje opgehaald. Dus we gaan hier heerlijk buiten ontbijten. Oh, wat gezellig. Lekker eten. En ik heb voor mezelf van die low-carb crackers mee. Dus ik kan ook gewoon lekker meedoen. Oh, daar is Toos. Dat is leuk. Oh, zo, dat is gezellig. Oh, niet te veel aan Toos houden hoor, anders valt ze om. Goed blijven staan op je eigen voetjes. Dat is leuk. Oh, kijk nou. Nou, wij hebben hier echt een heerlijk weekendje gehad. We hebben sowieso een superleuke week gehad. Een hele leuke meivakantieweek. Ik hoop dat je het leuk vond om weer mee te kijken. Wij gaan nog even hier lekker spelen. Dan gaan we op een gegeven moment weer richting huis. En dan is het natuurlijk volgende week weer gewoon een normale werkweek. In deze vlog heb ik wat meer geprobeerd om wat meer real life beelden erin te doen. Dat je meer gewoon erbij bent, zeg maar, en wat minder met muziek en sfeershots. Ik ben benieuwd dat jullie daarvan vonden. Vond je deze vlog leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet had gedaan. En dan zie je mij volgende week gezellig weer met een nieuwe vlog op woensdag. Dankjewel voor het kijken. Doei!